Willemsen. En dan een fout inspeelpaas die Held laat lopen. Maar of dat nou zo'n goed idee is. Maar hier is Fortes. Fortes, goede voorzet. Eerste kans, de Graafschap. Eerste goal. Het is echt de eerste keer dat ze over de middenlijn zijn. Maar hij zit er alweer in. Bassar Önal. Het ontstaat door niet zo heel snugger verdedigen van de Nazir Held. Adrian Blake. Ik kan hem heel goed met zijn rechter dan indraaien. Adrian Blake. Oh, wat een goed schot. Maar ook wat een goede redding van Thijs Jansen. Dit is geen buitenspel voor El Agraoui. Dan moet dit de gelijkmaker worden. Hij kan hem breed leggen, hij kan hem zelf maken. Hij legt hem breed en hij ligt erin. Aurelio Oelers, het is weer gelijk. Dit ja, is denk ik geen buitenspel. Paas van Jesse van der Haar. Maar Rafik El Agraoui. En dan, nou, lijkt me dit toch ook randje buitenspel voor Oelers. Maar linksom of rechtsom, Teube keurt hem goed. En hij zit erin. Vrije bal valt goed en die valt heel goed. Sterker nog, die valt binnen. De voorsprong is er voor Jong FC Utrecht. Het is Jesse van der Haar. Goede vrije bal van El Agraoui. Legt hem goed neer bij de tweede paal. Daar komt Wessel Kooi hoger dan alles en iedereen. En via de kluts uiteindelijk de goal voor Jesse van der Haar. Hier even deze kans afwachten. Goede save van Dietmer. Rio Hille. Hille, dat is knap gedaan. En daar is toch nog die gelijkmaker. En wat komt er de supporters dan toe? David Vlakous Bozilje. Het doelpunt is een doelpunt, het punt is een punt. Ook al is het tegen Jong FC Utrecht. Weer geven die het weg in de slotfase. Er is geen winnaar op de Vijverberg. Maar de ploegen balen daarvan. En met name bij Jong FC Utrecht.